internationals winst maken terwijl er mensen sterven door hittegolven. Waarin fossiele bedrijven subsidie ontvangen terwijl de zon gratis schijnt. Waarin individuele burgers de schuld krijgen van problemen die grote bedrijven veroorzaken. Waarin scholieren moeten staken omdat hun toekomst op het spel staat. We do have solutions already. They require reparations and redistribution at an unprecedented scale and a complete transformation of our economic and political system.